tegen de koploper. Het Rotterdamse Feyenoord is zondag de tegenstander. Het wekelijks gesprek met de trainer vond plaats om 9 uur 's morgens. Niet omdat de training verboden was voor camera's, maar omdat er weer eens een keer een Duitse tv-ploeg te gast was in de Goffert. De pers in Gelderland doet toch wat ze willen, zo kunnen ze ook filmen. Wij zijn niet bang. Opnieuw een week geen wedstrijden door Interlands. Heeft de trainer nog aandacht aan speciale dingen kunnen besteden? Ja, in deze weken kun je heel veel individueel natuurlijk trainen. We hebben nog een oefenwedstrijd tegen Ajax gehad. Daar hebben we heel goede offensiefacties laten zien. En daar kun je nog maar individueel trainen. Die spitsen kunnen nog een beetje afwerken doen. De verdedigers kunnen nog een beetje in individueel tactische dingen wat werken. De middenvelders kunnen in verbinding naar de spitsen nog met de packing passen wat doen. Zo, daar hebben we een beetje gewerkt. Wat is het strijdplan tegen de terechte nummer 1 van Nederland? Ja, absoluut. Feyenoord is terecht de nummer 1 als je 8 wedstrijden wint. Ook op manier wint. Ook maar misschien niet zo goed speelt, maar toch als team echt goed gepresteerd. En nog tegen Manchester United ook vindt, moet je niet discussiëren dat Feyenoord de absoluut verdiende koploper nu is van de Eredivisie. En de strijdplan, ja, strijd brengen, passie, vechtlust. Maar dat moeten we altijd brengen, anders hebben we een groot probleem. Maar we moeten ook tactische dingen heel goed doen. En tegen Ajax in de oefenwedstrijd hebben we ook goede dingen laten zien aan de bal. Dat moeten we tegen Feyenoord ook beter doen dan in de volgende wedstrijden. Waar ligt het gevaar bij de Rotterdammers? Ja, ze zijn natuurlijk in de as heel goed. Ne? Altijd lopende middenveld. Altijd komt Kuyt maar aan de bal, dan gaat hij weer weg van de bal. Willena komt maar aan de bal, gaat hij weer weg van de bal. Op de vleugels hebben ze snelle spelers, maar in de variabiliteit aan de bal zijn ze heel sterk. En daar moeten we tactische plan hebben en we moeten echt bovenop zijn bij Feyenoord. Aan de NEC-supporters kan het niet liggen, die staan al weken onvoorwaardelijk achter de selectie. Ja, NEC-supporters zijn absoluut super. Dat weten de supporters denk ik ook. Ik hou echt van de supporters. Ze proberen alles. Het was misschien achter de schermen een beetje chaos. Maar hier op het veld was eigenlijk geen chaos. Maar veel gebruikende supporters absoluut. En ik hoop dat ze echt de twaalfde man tegen Feyenoord zijn, want het zijn echt topsupporters. Heeft de trainer al een vaste keuze voorin of blijft hij nog wisselen? Nou, eigenlijk de eerste 9 die staan toch altijd zo'n beetje. En nu moeten we kijken, op 1-2 posities zijn we nog met in het trainersteam aan het discussiëren. En als laatste willen we natuurlijk weten of de spelersgroep fit is. Ja, alle fit. Sam Lundholm is ziek, die kan niet in de weekend spelen. Maar soms zijn alle fit. NEC Feyenoord begint zondagmiddag om 2:30 onder leiding van Danny Makkely in het Goffertstadion. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.